Maar dus ik had een cellulite hier. Ik heb een hele toffe, goede, lange, sappige, lekkere kus gehad. Ik ben niet verkeerd. Het glas is nog open, maar ja, ik wil porno, dat is voor mensen die geen creatieve geest hebben. Zeg maar gevraagd, ja of nee, hè? Welkom bij Drag Talk. Misty Moonlight en Just Susan zijn ook weer van de partij. En dames, we hebben vandaag echt een top entertainer. Oh. Ze kan zingen, ze kan dansen, ze kan een top show geven en ze heeft ook ballen aan haar lijf. Een tip. Oh, Laura Lynn. Maar nee, schat, nee, dat is Madonna. Het is niet Madonna, het zou kunnen zijn, maar het is de enige echte voice van Vlaanderen. Natalia! Natalia! Hallo! Zet je erbij. Dag lieve schat, welkom. Dank je. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Ja. Je ziet er fantastisch uit. Ja? Met een nieuw dochtertje. Nieuw, enigste dochtertje tot nu toe. Vertel eens, hoe is dat nu om mama te zijn? Ja, kei tof. Ik ben heel gezegend met een dochter die dat goed slaapt, goed eet en veel lacht. Ja. Zalig, ja. Echt tof, ja. En had je anders verwacht? Ik heb er nu te veel over nagedacht. Ik dacht van, ik kan tijdens de zwangerschap proberen rustig te zijn en een muziekje zo op te zetten van plink, plank, plank. Weet je wel, mijn vibe een beetje low te houden. Ik denk, dat kind gaat dat voelen, dat gaat dat heel rustig kind zijn. Dat ik dan toch wel op, denk ik. Het is gelukt. Het is een rustig kindje. En hoe was de bevalling? Ook rustig? Nee. Ja. Amai, dat was 36 uur. Ja, 36 uur. En na 16 uur dacht ik van, dan gaat dat er bekend zijn. Hè? En dan had ik nog maar 2 centimeter ontsluiting. Dus en dan dacht ik van, oké, dat was thuis. Hè? Ik wou thuis bevallen. Hè? Maar toen ik hoorde dat ik nog maar 2 centimeter ontsluiting had, zei ik van, oké, die moet eruit. Ik ga nu naar de kliniek, epiduralen en... Allee. En dan heeft dat nog eens het dubbel geduurd. Oh. Ja, en ja, dat was wel pittig. Ja, heel pittig. En na die bevalling dacht je nooit meer. Ja, ja, we reden naar huis en ik dacht echt, en ik heb dat ook gezegd tegen Frederik, zeg, dat gaan we niet nog eens doen. Nee. Amai, mijn botten. En nu zijn we een paar weken later. Denk je nog zo erover? Ik vind het momenteel wel oké zo. Maar je hebt nog tijd genoeg, hè, lieve schat? Oh, dat weet ik nou nog niet zo zeker. Oh, ja, ja. Allee, ja. Het glas is nog open, maar ja, ik weet niet hoe lang. Maar het verkeer is wel niet. Ja. Zeg, en hoe gaat het met uw muziekcarrière? Nog muzikale plannen? Ja, momenteel hebben we wel een planning, zal ik zeggen. Er komt uiteraard een nieuw album. Ik wil eigenlijk terug naar heel dynamisch, heel dansbaar, heel funky. Ja. Dat is wel de bedoeling. Met wat rammelaartjes nu die erbij komen. En klokkenbellen. Ik heb aan mijn Instagram-volgers gevraagd wat ze van jou wilden weten. Ah, serieus? En ik moet zeggen, de vragen zijn pittig. Heel veel vragen bijgekomen. En ik heb ook een aantal nieuwe volgers door jou, dus dank je wel. Dat vooral. Dat vooral. Ja. Misty, shoot. Uw rode haren, het is nu wat minder. Die zijn prachtig. Maar is dat... echt allemaal? Nee, ze zijn gekleurd, hè? Ja. Lijkt die van jou, hè? Ja, nee, dat is natuurlijk. Sorry, deze is mijn kleur, ja. Ja, nee, die zijn gekleurd. Ik ben eigenlijk zo wat, gelijk op de foto, hè? Gelijk als een kindje. Zo wat peperzout. Niks eigenlijk. Niks eigenlijk. Dat was eigenlijk niks. Niks eigenlijk. Dus ik dacht, ik moet er iets mee doen, hè? Ja. En ik vond dat nu, dat rood vond ik wel tof. Ik heb dat nu al een tijd, van 2011. Is dat al zo lang? Toch? Ja, ik ga het niet meer veranderen. Maar dat was dan nog met een vroeg erbij, hè? Ja. Eigenlijk zo'n beetje. Ja, maar ik verander af en toe, hè. Ja. Die krullen was ook mooi. Zeker. Heb jij het misschien gepikt van Natalia? Nee, nee, ik was eerst toch wel. Ja. Onbewust. Ja. Ze heeft nog gebeld, mag ik dat gebruiken? En we dat de oudste is eerst, natuurlijk. Ja. Volgende vraag, Susan. Wat is je geheim voor zo'n prachtig lichaam, zelfs onmiddellijk na de bevalling? Zeg maar, mannen, ja, dat moet je ook niet overdrijven. Hè. Ik ben toch. Niet, allee, wow, kom, dat is kom, echt kom, kom. Niet, nee, dat is niet waar. Zeg, ik was bevallen hè, en na 3 weken krijg je dus... dan beginnen je spieren af te nemen. Hè. Maar dus ik had ik cellulite tot hier. Hè. Oh, wow. Echt, ja, dat was niet is normaal. Echt? Ja, dat was niet normaal. Ja, dus na een meer. Hè. Oh. Maar dat was dus wel echt... Maar ik ben wel snel oefeningen beginnen doen, maar dat heeft niks te maken met... Oh, ik moet mijn lichaam terug in shape krijgen. Dat gaat erover dat ik eigenlijk best een bewegelijke en zwakkere rug heb. En nek en onderrug. Okay. Dus ik versterk al die spieren er rond.
En dan heb ik geen issues. Dus en ik voelde terug dat dat... Amai. Niet goed zat. Ja, als ik stop met bewegen, dan is het naar de bom. Hè. Dat dus ik moet blijven bewegen. Ja. Ja. Dus ik moet blijven bewegen, ik moet blijven sporten, mijn spieren verstevigen. Dus ik ben vrij snel terug... Ja, na 3 dagen ben ik beginnen wandelen. Amai. Op het gemak, hè. En dan na 7 of 8 dagen ben ik zo wat squats beginnen doen. Niet veel, hè? Gewoon een stuk of 50 en dat was dan. Mm-hmm. En de kleine doet mee. 50. Ja, de kleine... Niet veel, 50, maar... Ja, maar ja, dan deed ik ook niks anders. Hè. Dat was gewoon puur dat. En dan en dat zit, hè. Gewoon iets klein om rustig te beginnen. Mm-hmm. En nu kan ik terug... dan ga bijna alles. Hè. Bijna topvorm. Bijna. Helemaal weggetrokken. Ah, ja, ik heb het toch gezien. Ja, die cellulite, ja, niet alles. Hè. Ik heb hier zo nog een beetje. Hè. Maar deze is wel beter. Mm. Zeg, de kijkers wilden ook graag weten, wat is het leukste aan mama zijn nu? Al die lachjes. Ja. Oh. En zien hoe dat kind reageert. En dat is echt zo super schattig. Hè? Ja, dat is fantastisch. En eigenlijk dat borstvoeding geven, vind ik wel heel uniek. Want ik heb gemerkt dat als ik bijvoorbeeld eens wat minder melk aanmaak of whatever, dan, word ik toch wel wat weemoedig en denk, allee, wat krijg ik nu? Dat is toch wel een gevoelig item, zo. En als je dan voor je gevoel niet genoeg borstvoeding hebt, dan voelt je... Dan voelt het denken van, kan dat kind niet genoeg geven? Die heeft nog honger, die heeft nog honger. Het is wel raar, zo. Je zegt van, het leukste dan mama zijn. Mama. Zo. Vind je dat een raar woord? Ja, ik vind dat een raar woord. Ja, dat is nog recent, natuurlijk. Dat is kei raar. Maar besef je dat je mama bent? Of is dat nog zo? Ik heb direct een soort van reactie binnenin van... Ja, maar ik ben ook wel vrouw. Hè? Ja, tuurlijk. Wat een goede reactie is. Hè? Ja, het is zo, dat vind ik ook wel gevoel. Dat ben ik ook wel zo, dat ik denk van... Ja, mama, oké, maar dat is niet alles. Ik ben niet alleen mama. Hè? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Een paar dagen geleden. Dat ik, toen had ze, mijn dochter dus, had moeilijke nachten. Zo een viertal nachten achter elkaar, zo om de 2 uur wakker worden. En ik had dat nog niet meegemaakt, want die sliep nogal lang al van in het begin en snel door. En na 4 nachten, ik kreeg het echt. Ik had echt zoiets. En die was ontwenen en die was zo wat over haar vermoeidheid. En ik kreeg die money weggelegd en ja... En dan Frederik, die kwam dan helpen en ik zei... Help, alleen slaap geraken. En, doe niet verkeerd, ik zei niet verkeerd. Toen echt zo. Ja, dat had ik. Oh, ja, je had ook geen boekje meegekregen. Nee. En als alles goed gaat en er zijn zo wel wat sprongen, dan denk je van oké, dat kan wel. Maar als je moe bent, ik je zeker, hè. Amai, ik weet nog dat mijn pa dat vroeger zei. Het is mug, laat ze maar doen. Allemaal slapen. Want... Zien dan aan ogen. Ja. Zeg, je hebt het net al gezegd, dus de Frederik, de papa van je kindje. Ja. Hoe heb je die leren kennen? De mensen willen dat weten, dat is geen persoonlijk. Ik ken hem eigenlijk al een tiental jaar, hè, van zo wat van de uitgang. Maar niet goed. Gewoon oppervlakkig. En dan terug tegenkomen, eigenlijk na 4 jaar elkaar niet meer gezien te hebben. Ja, ik wist dat vrij snel van oké, dat zit hier goed. En wist je dan ook al vrij snel van... Oh, dat wordt de papa van mijn kindjes. Ja? Ja, wist ik heel snel. Ik heb de dag na dat we elkaar terug tegengekomen waren, dan ging ik eten met ons moeder, want dan moesten we gaan stemmen. En mijn broer was er ook bij. En ik zeg, allee, ik heb gisteren mijn toekomstig lief tegengekomen. Ik zeg, dan ga ik daar kindjes mee maken. Wauw, zot, hè? Ja. En dat was een dag van de verkiezingen, dus jij hebt sneller een kindje gemaakt dan België en de Zee. Dat is toch zo? Ja. Lief, God. Ja. Ja, over kindjes gesproken. Jouw oogappel Bobby Lua, supermooie naam. Waar komt die naam eigenlijk? Mijn vriendje wou een unisex-naam. Ah. En wij wouden sowieso een samengestelde naam. Maar zo Billy of Charlie... Billy, dat iedereen precies. Mm. En mijn vriend zijn achternaam is Binst. Dus ik vond dat wel cool dat dat ook met een B begon. Dus Bobby was dan een logische keuze. Maar ik vond dat nogal iets te mannelijk. Ik zei, er moet iets mega vrouwelijk achter. En dan ben ik die naam gewoon tegengekomen op Pinterest. Echt? En dat klonk zo wat Hawaïaans. En ja, ik vond dat wel exotisch. En tegelijkertijd best wel gemakkelijk om uit te spreken. Dus, allee,
vind ik. Babiloa. En heel uniek. Ik wilde een naam die daar nog niemand niet had. Wat vind jij eigenlijk het meest sexy aan een man? Het meest sexy of het belangrijkste? Het meest sexy. Puur fysiek. Maar dat kan fysiek? Dat kan ook zijn dat door hoe dat hem is, pas sexy wordt, bijvoorbeeld. Dat is wel een moeilijk, want fysiek vind ik eigenlijk heel... Ik denk dat je dat vroeger duidelijker wist dan nu. Ja, ik heb dat nu minder. Ik zou niet meer zo'n afgetrainde fitnessboy willen of zo. Dat is veel te hard, dat is hier. Dat is waar. Maar hij moet wel, ik denk, een goede kaaklijn hebben en mannelijk zijn. En ja, geen spriet, hè. Nee. Dat is wel heel belangrijk, dat hem zo wel rijzig is. Rijzig. Zo en... Dat er iets rijzig is. Imposant, maar... Imposant, maar niet intimiderend. Ja. Wel, dat is moeilijk. Ja, nee, dat klopt. Dat is Frederik, hè. Ja? Ja. Ja, dat is zo. Dat is een hele lieve. En moet ook heel lief zijn. Hoe was uw eerste kus? Even nadenken, hè, want ik was 14, hè. En dat was wel leuk, want ik wist dat dat ging gebeuren. En hij was met de fiets en ik ging naar de bus. Dat was naar school. En er was een parkje dat we door moesten, maar er was een draad gespannen. En die draad, die had hem niet gezien. Dus hij redt met de fiets even mij erover en hij slaagt met zijn kloten op de grond. Dus dat was dan zo van, oh nee. En dan toch had hij recht. En dan aan de bus zelf, dan heeft hij zijn fiets opzij gezet en dan heeft hij mij gekust. En dat was echt een keigoeie kus. Ja, bij mij was het, ik heb een hele toffe, goeie, lange, sappige, lekkere kus gehad. Kus. Geen wasmachine. Nee, echt keitof. Echt goed. Echt leuk. Natalia, iedereen heeft van die momenten in zijn leven die hij liever wilt vergeten. En zeker als er een foto van genomen wordt, een bepaalde gebeurtenis of zo. Ja, maar dat moet niet per se een gebeurtenis zijn, hè? Nee. Okay. Ook een gênante foto gewoon, maar ook. Oké, ja. Ik ben niet zo benieuwd. Oh. Was dat Eurosong? Dat was Eurosong. Ja, wat een slechte. Het is niet noodzakelijk een gebeurtenis die ik wil vergeten. Maar ik had in die tijd zo een stagiair als styliste. Of stilist. En dat was Jani. Oh. Sorry. Af en toe de bal is misgeslagen, blijkbaar. En dit is daar een voorbeeld van. Heel veel commentaar op gekregen. Maar dus nu ben ik heel blij dat ik kan zeggen dat dat niet mijn schuld is. Maar... I'll take the punches. En lieve schat, sorry, maar ik had het heel goed bedoeld. Ja, ik weet het. Ja, het was gewoon hele slechte drugs. Ja, maar daar is nu wel te laat. Het is wel 2019. Oké, schat, ik snap dat je deze foto voor eeuwig wilt laten verdwijnen. En ik ook. En nogmaals, het spijt me. Ik zou het nooit meer doen. Ja. Dan laten we deze foto uit het collectieve geheugen verdwijnen. You ready? Kom maar. Hè. Onze dragtaxi is heel Vlaanderen aan het doorkruisen met de Pink Porsche. En jullie twee konden niet gaan, dus jullie waren nu kleerkast aan het uitkuisen of zo? Zoiets. Ja? Oké. Maar gelukkig kon ik rekenen op Latash. Ja. Oké. Zo ver zijn we al. Perfect. Even. Als ik iets kan doen, zegt het dan, hè? Ja. Maar je ziet er heel goed uit. Dank u, jij ook trouwens. Dank u. voor zo'n vroegsmorgens toch. Aangenaam, want dat is mijn eerste kennismaking met een drag queen. Is het echt? Ja, ik bedoel, ik heb dat wel op tv gezien, maar zo kort bij. Ja, normaal gezien, van verder is beter hoor. Vertel Marleen, naar waar mag ik jou brengen? Ik ga naar Herentals. Ja. Ik ga stappen met de staprobot, met het exoskelet. Met een exoskelet? En wat moet ik mij daar juist bij voorstellen? Sinds 5 jaar ben ik verlamd ter hoogte van mijn borst. En ik kan niet meer stappen. Ik heb ook geen gevoel niet meer beneden mijn letsel. En het exoskelet, dat is eigenlijk een soort harnas dat ze mij gaan aandoen. En dan gaan ze mij recht helpen en daar zit een motortje in, waardoor ze mij dan kunnen helpen effectief te stappen met hulp. Is Herentals daar bekend voor?
Het is eigenlijk van te walken kennen. Te walken kennen is eigenlijk wel bekend bij vele mensen door Mark Hermans. En hij heeft eigenlijk een aantal exoskeletten ook aangekocht. Dus hij heeft een heel revalidatieafdeling. Maar hij heeft dus hetzelfde letsel als ik. Hoe is dat juist gekomen? Het is eigenlijk gisteren dag op dag, 5 jaar geleden. Gisteren dag op dag? Ja, ben ik in Duitsland met mountainbiken ben ik eigenlijk gevallen. Van toch wel een tweetal meter naar beneden. Ik voel dadelijk het leven van mijn voeten tot in mijn borsten. Tot borsthoogte voel ik eigenlijk wegtrekken. Dan heb ik 7 maanden daarna in Pallenberg gerevalideerd. Dat zal geen gemakkelijke reis geweest zijn waarschijnlijk. Nee, en nog door de jaren ben ik eigenlijk meer en meer klachten beginnen te krijgen. Ik heb een heel branderige pijn in mijn benen en buik. Alsof mijn benen in brand staan. En natuurlijk mentaal heeft dat ook een heel, dat kan niet anders. Een heel belangrijke... heel grote invloed gehad op alles. Dus deze is zo een sprenkeltje hoop waar je van hebt van... Ja, ik zit al lang met het idee en de hoop van ik zou toch wel eens graag willen gaan stappen, omdat het ook... het is eigenlijk heel goed voor de bloedsomloop, voor de botten stevig te houden. En ook voor het spijsverteringsstelsel. Maar het lijkt me niet gemakkelijk, want lukt het altijd van de eerste keer? Ik heb er een beetje bang voor vandaag, zo, of het gaat lukken. Ook omdat ik lichamelijk veel afgevallen ben en toch wel wat zwak ben. Ik heb zoiets, al kan ik maar enkele stapjes zetten, dan ben ik al blij. En moest dat nu niet lukken? Dan ga ik denk wel wat emotioneel worden, omdat ik de laatste weken wel snel van slag ben. Ja, je pakt mij echt. Ik krijg koude rillingen van het verhaal dat je mij nu vertelt. Goed, Marleen, we zijn hier aangekomen in Herentals. Dus ik kan geloven dat je echt wel een klein beetje zenuwachtig bent. Ik ben heel zenuwachtig. Is het echt? Ja, ik vind het spannend. Oh. Ik hoop het, dat het terug een start kan zijn, ja. Ik wens u heel veel succes en ik kom je straks terug oppikken. Dank u wel. In orde. Prima. Ga kijken hoe. Ja. Oh, ik ben zenuwachtig in de plaats, echt waar. Hela. Hoe is het geweest? Ja, het is heel goed gegaan. Ja? Ja, ja. Oh? Ja, ik heb gevraagd aan iemand om te filmen, om u dan daar eens een beeld van te vormen. Kijk eens kijken. Dat doet u. Oh ja. Dat gaat supervlot. Ja, het ging heel goed eigenlijk. Ik heb 200 stappen gezet. 200? In totaal met rustmomenten tussen. Wauw, ik ben helemaal over. Dat had je zelf toch ook niet verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. Nee. Natuurlijk heel vermoeiend en heel kort van adem, maar dat ging eigenlijk wel, het ging eigenlijk heel goed. Wow, echt niet verwacht. En ook de oog-voetcoördinatie, dat lukte ook wel heel goed. Precies alsof als er nog wel wat ingeprogrammeerd stond in mijn ook, hersenen. Hè? Dus ja. Alleen maar dus, super. Het geeft wel wat een fijn gevoel, ja. Wat nieuwe moed. Ja. Wauw, dat is een Hercules-prestatie. Daar ben ik ook fier op. Daar mocht ik ook fier op zijn. Marleen, ik vond het super om je in de auto gehad te hebben. Ik hoop dat jij het ook aangenaam vond. Ja, ik vond het ook heel aangenaam. Ja, dat is super. En dan is het nu tijd voor de Inanus of Truth. De Inanus? Darling, de Inanus of Truth. Hier zitten 69 stellingen waar we allemaal ja of nee moeten op antwoorden. En we moeten dat bloedeerlijk doen. Oké, here we go. Het zijn geen waaiers. Nee, sorry. Al die drag queens altijd zo. Truth. Dat was 3 uur.
Ik heb ooit al iets gedaan voor geld waarvan ik later spijt van had. Oeh. Samen op 1, 2, 3. Ja, ja, zeker. Ik zou wel eens een opdracht hebben gedaan dat ik puur voor het geld heb gedaan vroeger. Ja, dat doe ik nu met... Ja, zie ik uit naar je bordje om. Ja, dat is ja, ik zeggen, heb ook wat batteries afgestoomd, hè. Nee, maar ik deed dat wel gern, ja, hè. Ja. En dat was wel niet voor het geld, hè. En nee, je werd niet betaald. Zeg. En jij, schattekes? Toch wel, hè, ja. Gewerkt bij Plopsaland. Heb je in Plopsaland gewerkt? Oké, okay, ja. Maar dan kun je zeggen dat een vakantiejob die dat je niet graag doet... Dat is dan ook, oké, ja, dan. Spijt, ja, sowieso. Ja, zie je in de chocoladefabriek. Dubbelschichten draaien. Bij de chocoladefabriek gewerkt? Ik heb wel eens vakantiejob gedaan. Onze pa zei, je moet alles eens gedaan hebben, dan weten we wat al die mensen, hoe dat die mensen moeten werken. Dat is wel waar. Dat is slim. Oké, next question, Next question. Ik kijk zeker maandelijks naar porno. 1, 2, 3. Ma. Allee. Ja, ze heeft een lief. Ja, dan nog, hè. Schat, dat heb ik niet nodig, hè. Heb je nog kijk je niet af en toe naar porno? Nee, lustert. Maandelijks, nee. Lustert. Wekelijks. Ik kan al eens iets vertellen. Ja, vertel. Porno, dat is voor mensen die geen creatieve geest hebben. Dat is voor mensen... Jawel. Dat is voor mensen die dat snel willen klaarkomen. Ja, wacht, lustert dat allemaal goed. Hetgeen dat ik zeg is waar. Het probleem is dat je te veel porno kijkt... Dan denkt op den duur van, ah, dat is de standaard. En zeker vooral de jeugd denkt dat dat de standaard is. Dat is niet waar. En maar sinds je kind dus, is zo verstandig geworden. Dat zou wel zijn, een luster dat hij moet doen. Nee, maar dat is echt waar. Dus als je te veel naar porno kijkt, dat is gewoon letterlijk niet gezond. Ik heb dat nu wel al dikwijls gehoord, maar het is zo makkelijk. Ja. Klikken. Ja. Ja, maar je zou zeggen, oké, voor een man wel, voor een vrouw niet. Maar eigenlijk is dat voor een man juist hetzelfde als voor een vrouw. Een man kan ook creatief zijn in zijn kop. Op den duur, als je dan masturbeert, dan kom je niet meer klaar te zijn dat je aan porno denkt. Amai, dat is wel... Ah, voilà. Dat is immer. En dat is niet gezond. Wiede, we gaan allemaal een maand zonder porno. We laten u het weten. Maar ik heb daar geen problemen mee, hè. Sure. Ja. Dan zijn die blanen misschien genezen. Ja. Die ik stop nu. Ik heb of had een bijnaam die niemand weet. 1, 2, 3. Nee. Wel. Nee, ik denk... Koosnaampjes? Ja. Die ken ik ook zelfs niet meer allemaal. Dat verandert toch eens van partner, dus dat weet ik niet. Of een koosnaampje. Ah, jawel, eigenlijk wel. Mijn nicht vroeger, een echte nicht. Ik bedoel, fysiek een echte nicht. Oh, dank u. Dat is helemaal niet aanvallend, of zo. Die noemde me Johannes, in plaats van Jani. Want ja, dat trekt er heel hard op. Oh, Johannes. Jani is Johannes. Is dat zo? Jani is Johan. Is dat Grieks voor Johan? Ja, mijn echte naam is Ioannis en dat is Johannes het open. Ioannis. Dus vanaf nu zeggen we allemaal Johan tegen hem. Hè. De laatste stelling is voor Natalia. Ah ja. Dat gaat niet. Ik mag niet zien, zeker. Nee, nog. Ik heb ooit een blauwtje opgelopen tijdens een versierpoging. Oei. 1, 2, 3. Maar allee! Nee, ik zal zeggen... Maar allee! Zeg maar gevraagd ja of nee, hè? Eerlijk? Ik ben zo niet het versierdertype. Ik zou zorgen dat er naar mij wordt gekomen in plaats van dat ik moet gaan versieren. En ik denk en dat dat misschien... bang om een blauwtje te lopen? Dat heeft misschien te maken met het feit dat ik dan denk van... Oké, dan is het ook niet waard of zo. Ja. En... dus ja, ik heb wel goed met mijn gat schudden. En degene die dat moet zien, heeft dat altijd gezien. Ik heb eens ooit een gsm van iemand gestolen om die te verleiden. Sorry, ik kom van de ghetto. Ik dacht dat dat een verleidingstruc was. Ik kom van de ghetto. Van de Griekse ghetto. Ja, maar die wou me zijn nummer niet geven. En ik dacht van, als je mijn nummer niet geeft, dan zal ik je gsm eens pakken. En dan was dat nog zo die Nokia's. En was dat dan een versiertruc eigenlijk? Ja, dat was een stoem, hè. Maar het is gelukt. Wat? Ja. Een week later heeft hij me dan wel teruggebeld. Zo dadelijk. Ja, die was desperate voor zijn gsm. Ja, die wou de gsm porno geweest zijn.
Zeg, het is alweer voorbij. Het is gedaan. Ja, maar dat is snel. Ja. Spijtig. Ja. Maar daar, we zijn nu allemaal echte vriendinnen geworden. We kennen elkaar iets beter. Allee, ja, dat is waar. Ja, dat is waar. We weten nu dat je verleidt, of vooral niet verleidt. Dat hebben we nu allemaal geleerd. Ja. Ook. Er rest ons alleen nog om jou een drag queen naam te geven. Ah. Ja. Ja, en dat is heel belangrijk, want wij gaan er vanaf nu altijd voor je zijn. Maar Alice, heel pakkend. Ik ben heel gevoelig hè, met die borstvoeding en zo. Ja, niet dat je begint te lekken, schat. We zijn bezig met een drag queen naam. Oh my god. Oké, we hebben muziek, we hebben Natalia. We hebben de Kempen, we hebben... Mami, Babi. Nee, mami, niet seks. Het is net verteld dat ze dat niet leuk vindt. Lady. Ik had vroeger wel... dus we hebben eens een keer een oudjaarsfeestje gehad bij mij thuis. Allee, we hebben er al vol gehad, maar één specifiek. En dan moest iedereen een naam verzinnen voor zichzelf. En mijn beste vriendin was Sappige Sabrina. Oh. En ik was Bronstige Britney. Bronstige Britney. Vind jij goed? Maar dan blijft dat gewoon bestaan. Dat blijft zelfs bestaan. Bronstige Britney. Misschien ook ineens een idee voor uw nieuwe cd. Ja. It's Britney, bitch. Voilà. Oké, Natalia, ja. We dopen jou tot Miss Bronstige Britney. Bedankt om te komen, lieve schat. Heel graag gedaan. Merci om me uit te nodigen. Heel tof. Bedankt voor het kijken. Dit was Drag Talk. Tot een volgende keer. Tada. Lieve vriendinnen, beste Just Susan en Bronstige Britney, voordat je helemaal bij ons drag queen clubje zit, moet je natuurlijk eerst een drag challenge doen. En vandaag is dat om ter beste twerken. Ik kan ik. Je doet al heel uw leven niks anders met je gat schudden. Come on. Let's do this. En music maestro. Dit is nog opwarming, dames. Even stretchen. Beste Just Susan en beste Bronstige Britney, die niet van ophouden weet, we hebben ze graag. De winnares was uiteraard niemand minder dan de star of the Kempen, Bronstige Britney! Het is helemaal gegund. Absoluut. En welkom in ons drag queen clubje. Dankjewel.